Ik had een HAVO-VWO verwacht, maar het is VWO gekomen. En ik was eigenlijk wel trots op mezelf, maar ook heel erg verbaasd. Nou ja, geweldig. Ik was helemaal gechoqueerd. Een gemiddelde van 5,35,7. Dat is super. Dat hoor je niet vaak. Ik was heel erg verbaasd. Ik wist wel dat ik het goed zou maken, maar niet zo goed. Het is VWO geworden. Gymnasium nog ook. Ja. Tot de dag van vandaag blijf ik versteld. In dit klaslokaal van de Nelson Mandela School in de Afrikaanderwijk is, zo mag je wel zeggen, een historische CITO-score geboekt. 535, het landelijk gemiddelde. En dat is voor Rotterdam-Zuid heel bijzonder en toont aan dat het steeds beter gaat. Rotterdam-Zuid wordt sowieso gezien als een achterstandswijk. Daarom wordt ook eigenlijk gezien, wordt eigenlijk ook niet verwacht dat deze kinderen zo ver kunnen komen. Ze hebben hard gewerkt, 2 jaar lang, vooral aan begrijpen, lezen en taal. Elke week op de computer hebben we nieuwsbegrippen les gemaakt. En wat ook heel belangrijk was, is natuurlijk de hulp en de motivatie van het huiswerk. Natuurlijk uit mijn familie en de leerkrachten. Maar ook vooral de concentratie in de klas was heel belangrijk. De schoolresultaten op Rotterdam-Zuid zitten al jaren in de lift. En dat komt waarschijnlijk ook door de 6 extra lesuren die de kinderen krijgen. Toch is er nog een achterstand op de rest van Nederland. Maar dus niet meer op de Nelson Mandela School. Heb jij het idee dat het steeds beter gaat met de kinderen van Rotterdam-Zuid? Eerlijk gezegd, dat weet ik, dat durf ik ook niet te zeggen. Maar met de stijgende lijn die ik heb laten zien, wil ik zeggen dat ik het goed heb gedaan. Ja, want jij bent een van de kinderen van Zuid en zo is het. Ja. Is het een trend die doorgezet kan worden? Het kan een trend zijn die doorgezet kan worden, maar ouders spelen wel een belangrijke rol hierin. Ze moeten hun kinderen blijven motiveren, want ik heb ze ook gemotiveerd om zo ver mogelijk te komen strakjes in de maatschappij. Want leren is gewoon echt belangrijk. Ik wil ook later advocaat worden. Ik wil later ook zelf dokter worden en dingen onderzoeken over ziektes en zo. En dan vind ik heel belangrijk dat je gewoon al die leerstof al hebt.